Ik heb inderdaad uren in de warmte gesleten, op verschillende fronten eigenlijk. En al heel lang, denk ik. Bijna praktisch van de beginjaren. Okay. Want ik was getrouwd met Jos Suikerpaak, ook een muzikant, ook afgestudeerd aan het Lemmens Instituut. En wij zijn samen in de 70 in Boslar komen wonen. Hij is gaan lesgeven op het college en ik als lesgeefster dan op Kleine Graf. Zijn wij vrij snel in jeugd en muziek gestapt. En jeugd en muziek was een organisatie die de klassieke, maar niet in de klassieke term van klassiek, maar die de concerten wilde brengen naar jongeren. En jongeren vanaf eerste, tweede, middelbaar tot en met. En dat hebben wij verschillende jaren gedaan. Een viertal concerten per jaar georganiseerd. Wat moet men daarbij inbeelden? Een zaal vol pubers? Een zaal vol pubers, maar daar zal ik een heel leuke anekdote bij vertellen. Er is daar een blokfluitkwartet. Want het was verschillende genres van muziek, hè? Orkest of kwartet, of om zo'n brede kijk mogelijk te brengen naar de jongeren toe. Hè? Is er iemand die het gepresteerd heeft van gedurende 4 minuten niets te doen? Niets. Muisstil was die zaal met pubers. Ongelooflijk. En Jo was er heel bang van, heel bang. En die muzikanten zaten met een blokfluit. Gewoon, daar gedurende 4 minuten niks. En er was geen geschuffel in de zaal, er was niks. En dan met pubers. Ja, heel spannend. Ja. En hoeveel jaren hebben jullie dat dan? Minstens 25, 30 jaar. Echt? Ja. 120 concerten. Ja. Ja, dat was best wel spannend, dat was best wel boeiend ook. Ook voor ons, omdat wij dan contacten konden leggen met grote namen, hè, Rudolf Werten. Wat hij bijvoorbeeld gedaan heeft, Koningin Elisabeth-wedstrijd, dan haalde hij die kandidaten naar hier. Ja, en dan heeft hij zo, Jozef de Beenhouwer en Robert Grollo, hebben hier dan zogenaamd een oefenbeurt hier gehad om dan naar de Elisabeth-wedstrijd mee te kunnen gaan. Ik weet niet of dat klassieke muziekconcerten op dit ogenblik voor de jongeren ook nog zo zouden aanspreken, ik weet het niet. Ja. Wat dat wel is, dat zijn er die nu zeggen dat ze dankzij de jeugd- en muziekconcerten nu naar een concert ook durven gaan en willen gaan en kunnen gaan. Dat is niet de meerderheid, hè? Maar er zijn er toch die dat geleerd hebben in die jeugd- en muziekconcerten. Ja, wij hebben hier dan een paar keren de gelegenheid gekregen om het op het podium te mogen staan, maar met andere organisaties. Onder andere met het Campus Oratorium, van Werden van Mechelen. Hebben wij toch een paar grote concerten meegedaan, Matthäus Passie, omdat wij ook een koor opgericht hadden in 1972, Ars Musica in Vosselaar. En daar hebben wij, dat is een kamerkoor, dus dat is een koor dat niet groot is en vooral kamermuziek brengt, maar af en toe toch wel eens goesting heeft om grotere werken te doen. Maar dat kun je niet als kamerkoor alleen. En dan hebben wij een paar keren toch wel de uitnodiging gekregen van andere koren om te mogen meedoen. En zo was dat onder andere de Matthäus Passie van Bach, de Johannes Passie hebben wij gedaan, de Lucas Passie, Requiem van Brahms, van Fauré, van Mozart en noem ze nog een paar dingen. Maar dat heeft ook de gelegenheid gegeven om hier in het podium met een groot koor en al dan niet met of zonder orkest te kunnen optreden. En dat is ook voor Ars Musica zelf een grote meerwaarde geweest. En dat koor heeft 47 jaar bestaan. Ja. Ik had in 1979 het idee opgevat om het muziekonderwijs vanuit een ervaringsgericht te brengen. Dus niet de notenleer van kraakt nu maar de noten in de letterlijke zin van het woord. En dan ben ik de muziekschool opgestart en dat is het jeugdmuziekatelier in Vosselaar. En dat is op een alternatieve manier eigenlijk te notenleer aanbrengen van spelen en horen wat je en zo de theorie eigenlijk aanbrengen. En op 10 jaar, als dat 10 jaar bestond, hebben wij de gelegenheid gekregen om hier een muziektoneel, een musical mocht ik dat van Jo niet noemen, muziektheater te mogen doen. En dat was Sjaak in de Chocoladefabriek.
Dat was een stuk met orgelinstrumenten en tamelijk veel zang. Ik heb een passie om muziek aan te brengen vanuit een beleving. En de orgelinstrumenten waren daar een gigantisch hulpmiddel voor. En dan hebben wij dat in april 89, moet dat dan geweest zijn, denk ik, hier op podium mogen uitvoeren. En dat heb ik dan geleid, orfinstrumenten, maar uitgebreid. Uitgebreid met slagwerk. En ja, wat is een orfinstrument? Orfinstrumenten, dat zijn die naam gekregen van Orff, Karl Orff, ja. Duitse muzikus. En dat zijn die instrumenten die zo per noot een latje hebben. Gelijk een, ik weet niet of dat je een marimba of een vibrafoon, eigenlijk is het lijkt een marimba, want de marimba is ook houten staven. Hè? En dat je echt, maar technisch waren die mannen zo goed, dat wij 5 jaar later het aan Ludo Klaassen teruggevraagd hebben, wilde jij eens iets schrijven voor orfinstrumenten? En dan heeft hij een concert toegeschreven voor orkest en orfinstrumenten. Gelijk dat jij een orkest schrijft, orkest en piano. Dus het piano werd vervangen door een groep orfinstrumenten. En dat was voor die mannen, dat zeggen die nu nog. En het was heel moeilijk, want ze hebben dat ooit geprobeerd om het in Plemmers te doen en ze hebben eraf gehaakt. Ja. Ja, en dan voelde je ook voor de jongeren ook, hè, wij spelen hier in die warande, allee, dat is... En dat hebben we 2 keer mogen doen. Het heeft een grote impact, hè, dit gebouw op mensen. Dat heeft inderdaad, ja. En zeker op die jonge mensen, hè, daar waren daar 12-jarigen bij die daar een... Ja, allee... Dat was de leeftijd tussen 12 en 18.